Ja, yeah, jongens, het is vandaag 31 december en we gaan weer vloggen. Yay! Dit jaar is nieuwjaar hier, zeg maar, met de vrienden. Ja, niet met mijn vriendengroep, maar met de vrienden van de familie, zeg maar. Gewoon van ons. Maar ik ga bij Floris nieuwjaar vieren. Maar we gaan eerst hier eten en mama heeft alles al netjes gedekt en zo. En ik heb me net even snel gedoucht. Ja, om 7:30 gaan we naar Floris om te versieren. En daarna komen de meesten om 8:30, 9:00. Dus ja, love deze sok ook dat ik hiermee aan het spelen ben. Yeah. Oh ja, sorry voor het zeg maar chillen einde bij de vorige vlog, want ik zag er eerst niet uit. Want ik wilde het wel nog afsluiten, maar ik zag er toen niet uit. Toen dacht ik, oké, weet je, ik kan het ook gewoon een keer niet afsluiten, zeg maar. Dus had ik het niet afgesloten. Maar de volgende keer zal ik het weer afsluiten. En het regent lekker. Oh shit. Ik wilde dus het glas gaan weggooien. Maar er zijn mensen, maar ze lopen nu weg. Dus kan ik lekker het glas weg gaan gooien voor mama. Fijn. En dan kan ik door naar papa lopen. Yeah. Love that so much. Ik ga plassen dan. Dus, waar zijn we, Tess? Bij Floris. Ik moet meer in een niet-monochone toon gaan praten. Ik zag een nieuwe vlog, ik kan niet meer staan. Floris moet even zich nog gaan klaarmaken, dus doei. Doei. Dus, we hoeven niet te schreeuwen, want ik weet dat jullie me horen. We zijn nu met kaarten. Hoger, lager aan doen. En als je hoger, als je wat fout zegt, moet je drinken. Als je gelijk zegt, moet je ook drinken. Ja, Emma! Ja, Emma is vroeger. Nee, ik ben mezelf aan het filmen. Dus jongens, we zijn nu naar Rick aan het lopen, want ik ga hem even thuis afzetten. Zo lief ben ik natuurlijk. Rick was speciaal voor mij naar Floris gekomen, dus ik ga hem nu even thuis afzetten. En dan, daarna loop ik weer terug naar Floris. Yippie! Nou, omdat Stef ook in de vlog wil. Hier is hij. Wat ben je aan het doen, Stef? Timen. Timen, oké. Okay. Timen, leuk. Hartstikke leuk. Hi, Reno. Bij jou zijn we extra aan het vloggen. Abonneer op Fleur. Abonneer. Like. Morgen heb je hier zoveel. We gaan Enzo Knol overtreffen. En abonneer op Maurits. Ja, abonneer ook op Maurits allemaal. Ja. Dus jongens, morning after. Ja. Yeah. Leuk, Aniek. En
Dat is Stef. En we gaan nu, wat zijn we nu aan het doen, Floris? Abonneer. Ja, even de kater eruit lopen. De kater, waar we hebben geen kater. Het landschap van Nieuwstad, naar de motten. Fijn. Ja, Stef, wat wilde jij nog zeggen? Abonneer op Mogens, man. Ja, je moet wel even in het beeld. Abonneer op Mogens, man. Fijn, daar gaat de bal weer. Goedenavond, jongens. Ik ben nu weer eindelijk terug thuis. En ik ga nu slapen. Ik weet niet hoe laat het is. Volgens mij 7:30 of zo. En ja, je ziet echt mijn rollen niet te doen. Maar ik ga nu dus slapen, want het is echt een heel vermoeiende dag geweest. Dat is wel super gezellig en zo. Want ik ben nog naar oma gegaan, daar komt familie, opa en oma. Maar ja, dan ben je toch wel echt moe als je fucking meidig hebt geslapen. Dus we gaan nu slapen en morgen zien we wel weer wat we morgen gaan doen. Sowieso werken. Ja, oeps, ik maakte dus net een prachtige foto. Maar ik ben net terug van werk. Ik heb even wat gegeten. En we gaan nu naar Emma. Maar omdat Emma met haar telefoon, zeg maar, echt heel kut heeft. Want ze krijgt, zeg maar, de wifi thuis ziet het niet op haar telefoon, maar bij iedereen anders wel. Dus krijgt ze de berichten niet binnen. Dus reageerde ze niet meer. Dus toen dacht ik, ze zei maar, ja, en nu dan? Dus ik zei, ja, weet je, scheid het nou, maar we gaan gewoon. Als wordt het te laat. Ja, love de muts ook. Maar ja, het regent een beetje. En ik heb mijn haren gewassen, dus ik wil niet dat ze nat worden. Ja, goed verhaal aangekomen, doen we helemaal niks mee. De grap, ik ga dus nu mode ophalen. En ja, dan gaan we bij Emma chillen, weet ik niet. We gingen een spel doen of zoiets, Carcassonne. Kan je nou aandoen wat voor een spel het is, maar skitta. Oké, yo, we zitten hier aan Mouten te fietsen en we gaan nu naar Emma. Mouten wilde eigenlijk ter fiets een keer gaan pakken, maar toen dacht ik, nee, daar gaan we niet op wachten. Dus, wat zijn we nu aan het doen, Mout? Ja, we gaan naar Emma. Yeah. Hoi. Yeah, en mijn nieuwe vlog, mijn nieuwe challenge staat online. Dus als je die nog niet even hebt gecheckt, ga hem zeker weten even checken. Voor deze video. Link in de beschrijving. Wat hè? Jouw ding. Ja, neem een outro. Man. Ja, mijn outro komt de volgende keer terug. We zijn nu. Oeh. Oh shit. Lekker on my way. Lekker windje. Het is vandaag woensdag. Oeh, lekker. Geen light, ja. Dus het is vandaag woensdag en ik ga nu met Daddy sporten. Zoveel zin in. Wat is er nog alweer, papa? Woensdag. Nee, niet woensdag! Bodypumpen. Ja. Dus we gaan bodypumpen. Geen idee wat het is. We zullen zien of we er spierpijn van krijgen. Zeker. Papa, kreeg je er spierpijn van? Ja. Dus, we zullen het zien. Ja. En daarna gaan we vaak naar Daddy. Dus, ja, leuk. We hebben zojuist gesport. Nou, het was best wel vermoeiend. Papa en Debbie zeiden zo, ja, nee, je zweet niet. Want nee. Nou, we hebben de tering gezweet. Ik heb zo heftig gezweet, ik kan niet. Dus nu ga ik even douchen. Yeah. En dan gaan we snel naar Daddy, dus doei. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag. En ik heb toen net even dit opgehaald bij Britt. En Maurits. Ja. En, want Britt heeft die van mij gekocht. En Maan zat erin. Want Britt heeft die van mij gekocht. Of ja, zeg maar, met mijn pinpas. Of ze had hem gekocht. Zodat. Want ik moest tot 8 werken en zij tot 7. En om 8 is de winkel gesloten. Dus had zij hem even gekocht. En toen ben ik hem net gaan halen. Yeah. Straks. Wat gaan we straks doen? Maurits. We gaan straks mosselen eten. En vanavond, of straks misschien, ga ik nog even mijn scooter brengen naar Roermond. Met Merel en Emma ga ik straks nog naar de bioscoop. We gaan naar Pitch Perfect 3. Echt? Ja. Nee. Ja. En ik had dus kaartjes gereserveerd. En wat gaan we nu doen, Maurits? Of wat ga ik nu doen? Ik ga de scooter naar Roermond brengen, zodat die wordt gemaakt voor de scooter van de rijden. Ja, yeah. En hij startte gelukkig vanmorgen. Oh. Yeah. Zijn we fucking blij mee. Dus doei. Plans changed. Check mijn rode Amerikaans.
Maar het regende toch een beetje te hard, dus ik zit nu weer thuis. Ik heb me omgedraaid. Ja, yeah, dus misschien als het dadelijk niet meer regent, ga ik weer. Ik ben uiteindelijk toch nog naar Roermond gegaan. En gelukkig regende het toen niet meer. En er was dus blijkbaar een kortsluiting bij mijn raam, zeg maar. Maar dat is nu gefixt. Dus nu doet mijn scooter het gewoon weer helemaal. En hoef ik, heb ik geen stress meer dat hij niet start. Want hij start gewoon nu standaard. Yeah. Wow, YouTube. Wow, wow. Dus jongens, waar zijn we nu? In een bias. Ah, oh, fijn. Zijn jullie shy? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, nou, we hadden eerst. Ik had eerst gereserveerd. En toen zaten we eigenlijk daaronder. Maar nu zitten we toch boven. Het is vrijdag vandaag. Ik heb gewerkt vandaag. Ik heb vandaag alleen op de bank gelegen. Yeah. En wat ik nog heb gedaan, is ook wel heel mooi. Gewoon mijn veter kapot getrokken van mijn filling pieces. Dus heel chill. Dus ik hoop, volgens mij zat er namelijk nog bij mijn filling pieces nog een veter. Dus ik hoop dat ik die nog heb. En dan kan ik die even omwisselen, want dat is heel vervelend. Maar nu ga ik mijn spullen pakken en dan gaan we naar mijn moeder. Want mijn ouders zijn gescheiden. Dus ja, voor de mensen die me niet kennen. Denk, we gooien het dan nog even in. Dus ja, there it is. Nou jongens, bedankt voor weer het kijken naar deze derde week vlogmas. Wat leg je er lekker bij? Ja, lekker. En ja, tot volgende week.